Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag de favorieten van oktober. Ik weet het, het is echt laat, want we zitten echt al eind november. Maar ik had nog geen eerder tijdstip gevonden om deze video op te nemen. Dus ik dacht, ja, ik neem hem wel alsnog op, omdat ik het wel heel erg leuk vind om jullie toch die producten te laten zien. Dus ja, ik ga gewoon beginnen. Ik begin met deze nagelspray. Deze nagelspray... dit is een nageldroogspray, moet ik zeggen. Deze nageldroogspray die komt bij de Big Bazaar vandaan. En ik ken de nageldroogproducten wel in een nageldrogervorm bijvoorbeeld. Maar ook Essence die heeft van die dry druppels, droogdruppels. Die kun je over je nagels heen druppelen en dan droogt ook je nagels droog sneller. Maar... deze spray die heb ik al een tijdje, maar ik heb eigenlijk nooit zo heel veel aandacht aan besteed nog. Dus ik dacht, ik ga hem er toch eens eventjes bij pakken, want ik vind hem echt super fijn. Er zit gewoon zo'n flacon op en hij ruikt zo lekker. Hij is ook niet vettig, die druppels van Essence die vind ik toch een beetje ja, toch vet, heel erg nat. Ik weet niet goed wat de combinatie is, maar ik... Ja, ik vind het vaak toch te nat worden. En met deze spray die voelt ook heel erg koud aan over je nagels als je die hebt aangebracht. En ja, ik vind hem echt heel erg fijn. En hij is ook heel goedkoop, want de Big Bazaar verkoopt geen dure dingen. Dus als eerste heb ik deze nageldroogspray. Dan heb ik deze lipstick. En deze lipstick is van Catrice. Is uit de limited collectie Fallosopie. Ik heb hier ook een... blogartikel over geschreven over die collectie. Ja, helaas is hij dus al niet meer te koop. Dus ja, dat is wel heel erg jammer. Maar wat ik zo mooi vond aan deze nagel, of deze nagellak, aan deze lippenstift is de kleur. Het is echt een beetje een donker paars kleurtje. En hij past ook wel een beetje bij mijn nagels. En wat ik heel erg leuk vond is de verpakking. Dat je, het is echt een magneet. En dat vond ik heel erg leuk. Eigenlijk. Ik vond ook die blaadjes wel leuk zo erop. Maar ik vind het een hele fijne, mooie lipstick kleur. Dan heb ik dit All About Bronze palet. Deze is van Essence. En die heeft gewoon hele mooie kleuren. En ik vind ook het pigment super goed. Van dit palet. De kleuren zijn ook gewoon, komen echt mooi tot zijn recht. Ook de kleurencombinaties vind ik echt heel erg mooi gekozen. Dat vind ik trouwens bij al die paletjes, dat de kleuren goed bij elkaar passen. En ja, ik vind het gewoon hele mooie paletjes. 8 kleurtjes, nou waarschijnlijk hebben ze al wel meer blogs voorbij zien komen. Ik heb afgelopen week, vorige week is er een review verschenen van... de bronze en de nude versie. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, zal ik even een link onder in de beschrijving zetten. Dan kun je die nog even nalezen als je dat wil. Dan heb ik deze nagellak. Deze nagellak is van Essence, van de gel collectie. Dit is de kleur On Air, nummer 44. En dit is goud glitterkleurtje. En ja, aangezien we eigenlijk gewoon al richting de feestdagen gaan... vind ik dit ook een heel mooi kleurtje voor met de feestdagen. Ook je kunt hem combineren met een ander kleurtje. Gewoon heel erg mooi lakje. Ja, ik vind hem eigenlijk meer mooi om de kleur. Hij blijft een paar dagen wel zitten. Dus voor kerst 2 dagen moet hij sowieso redden. Maar het is niet dat hij echt heel erg lang blijft zitten. Maar de kleur vind ik echt top. Dan heb ik deze Dark Circle Eraser van de Prime Fine collectie van Catrice. Het is een stick en daar kun je donkere kringen mee verbergen. Eigenlijk is het een soort concealer ook wel, denk ik. En vooral voor onder je ogen als je daar donkere plekken hebt. Maar ook andere oneffenheden op je huid werkt hij eigenlijk prima weg. Vind ik heel erg fijn. Dit is trouwens de kleur 020 Nude Roze. Rosé, hoe je het uit wilt spreken. Ze hebben ook de versie voor de rode vlekjes in je gezicht. Dat is ja, de groene. En deze komt binnenkort ook online op mijn blog. Zowel deze als de groene. Die zal ik samen in een artikel plaatsen. Maar ik vind deze vind ik echt al super fijn. Als laatste heb ik deze handcreme van Dove. En ik heb echt hele droge handen nu het koude weer er weer aankomt. Dus
moet ik eigenlijk gewoon heel goed smeren. En deze handcreme die is ja, heel erg fijn, heel erg zacht. Heeft gewoon een ja, deep care complex, zo heet deze. Ja, verzorgt gewoon je droge handen. Volgens mij zit er niet heel veel op. Hij ruikt ook heel erg lekker, maar dat vind ik eigenlijk bij alle producten van Dove. En nou heb ik wel meerdere handcremes, maar deze vind ik op dit moment gewoon echt super fijn. Omdat ik gewoon weer zachte handen van krijg. En dat, ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus deze ook absoluut een favoriet van oktober. Dan waren dit mijn favorieten van oktober alweer. Het waren niet heel veel producten. Ja, ik heb ook in oktober minder geblogd. Dus jullie hebben ook minder reviews online zien komen. Of andere artikelen. Maar vanaf nu ben ik weer gewoon volop aan het bloggen. En zullen de volgende maand waarschijnlijk weer veel meer spulletjes bij zitten. Die ik tot favoriet heb behoord dan deze maand. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doei!